Dan heb ik het nummer 7 van Eline Hollandia met Tom de Rijter. Dat is een goede tweevoetige vijfjarige merrie die met Jules Junior van de Putten en Dries de Volder na een echt wel slechte periode uit de dalende vormcurve aan het kruipen is. Zijn laatste drie rennen waren goed voor mooie ereplaatsen in Waregem. Zij is deze langere afstand gewoon, deze vijfjarige merrie. En nu is het dus uitkijken wat Tom de Rijker er kan mee aanvangen. En dan heb ik het nummer 3 van Univers de Rossi met Jonas van den Hoven. Met deze vijfjarige Henk zal behoorlijk wat geld te verdienen zijn, want in de handen van Gerard Vergaarde won hij immers nog op 19 juni in Waregem en werd er nadien nog een keertje derde en vijfde. Ik denk dat hij een beetje zal vergeten worden door de spelers, dat nummer 3 van Univers de Rossi. En dan heb ik ook nog een outsider bij geplaatst, het nummer 8 van Dancing on Ice met Gonzalo Ruiz Rodriguez. Boekmakers folklore, zeggen sommigen. Niet waar, zeggen anderen, want dat is de enige plaats waar je alleen winnend kan spelen en je echt tegen de boekmakers speelt. Ik ben Dieter van Lerbare, ik ben gelicentieerd boekmaker op de paardenkoersen hier op Oostende Koersen. Dus wij zijn eigenlijk boekmakers en wij werken aan vaste noteringen. Bij ons kan je winnen spelen, dus je moet kiezen of je moet zeggen bij ons welk paard er zal winnen. De minimum inzet bedraagt 5 euro. En zoals ik gezegd heb, speel je aan vaste notering. Een paard spelen, dan zakt die notering automatisch en het omgekeerde. Als een paard echt niet wordt gespeeld, dan stijgt die notering. Zon overgoten en we hebben een druk programma. We beginnen met 4 drafrennen en sluiten aan met 6 spannende galopraces. Martin Gubreis, het grote favoriet nummer 6. Majoef, tweede favoriet, S-3DG. En voor de derde plaats, volgende wedding, hebben ze allemaal kans. We gaan kijken wat het de praktijk brengt. Dan doen we nog de paard op. Gaat beter op. Een van Pauwers springt u echter in galop en ook in het bedreigen, want hij komt de bagatelle vol tijd. En Montenberg, Ea Montenberg, die leidt met 3/4 lengte voorsprong. Op in tweede stelling, liever kan haar kunnen zoeken die van Enigma C. Achter Enigma C zien we dat de favoriet van Joëf en Vierdaande. Fepivon met Jeff Pieters probeert aan te kloppen. Fepivon, zijn watjes zijn uit de oren en is van plan om de kop over nog eens aan te vallen. We komen naar de rechte lijn. Fepivon is het dichtslag. Fepivon is van plan stond te houden. En Fajoef die wint het. Zijn derde zege uit 3 starts en blijft overslagen. En zorgt voor best om maar voor de tweede zege in nauwelijks 24 uur. De officiële uitslag van de tweede in nummer 7, Eline Hollandia. Provisoire de la 5e course, 5, 10, 3, 8.
Letters.